daar weer zo'n bekend klein vierwielig aangedreven terreinwagen in zeer grote aantallen geproduceerd. De Willys in de Verenigde Staten 1941 tot 1945 bij Willys overigens. Totaal 363.000 stuks. En daar, dames en heren, verwelkomen wij een eerste cluster. En dat eerste cluster met onder meer Canadees en circa 17 deze regio's.